Dankjewel Abdella en Shana. Ik sta hier inderdaad voor het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement, waar hier onze tentoonstelling 14 dagen zal plaatsvinden. We gaan nu samen naar binnen. Ik sta hier in het oude postcheckgebouw dat vandaag als bezoekerscentrum wordt gebruikt van het Vlaams Parlement. 2 jaar geleden werden wij uitgenodigd door Jan Poemans om ons project in het Vlaams Parlement voor te stellen. We ontmoeten meneer Poemans in Potsdam in het parlement van de Duitse deelstaat Brandenburg. Door COVID hebben we ons project vorig jaar met veel tegenzin moeten uitstellen, maar we hebben onze moed niet verloren. We zijn hard blijven werken en hier staan we dan met hetzelfde project die we in een nieuw jasje hebben gestoken en zijn verder blijven uitwerken. Het doel van ons project is om de nadruk te leggen op de manier waarop wij, jongeren, kunnen vermijden om deel te nemen aan het onderdrukken van anderen. Hoe doen we dat? Door paspoorten te maken op basis van interviews waar onderdrukte mensen hun getuigenissen in weergeven. De paspoorten die wij hier in het Vlaams parlement hebben opgehangen, hebben we niet alleen gepresenteerd in het parlement van Potsdam, maar hebben we ook een rondreis laten maken doorheen Europa. In landen zoals bijvoorbeeld Réunion, Spanje en Italië. Natuurlijk gaan we het hier niet bij laten. We zijn ondertussen bezig met een nieuw project op touw te zetten. Voor dit project zijn we teruggekeerd naar Potsdam om daar interviews af te leggen met vluchtelingen die hun thuisland hebben achtergelaten. Van elk van hun verhaal hebben wij een visitekaartje gemaakt. Waarom een visitekaartje? Een visitekaartje krijg je pas als je een beroep hebt en een vast adres. En dat is het symbool voor geslaagde integratie. In deze zaal, genaamd de Zuilenzaal, gingen wij normaal gezien na onze tentoonstelling onze receptie geven. U kan zien wat voor een prachtige zaal dit is. Wij staan hier in het hart van de Vlaamse democratie. In deze zaal vergadert het parlement elke woensdag. En recht onder deze zaal vindt onze tentoonstelling plaats. Het vaste vragenkader zou ons in staat moeten stellen om de getuigenissen te kunnen vergelijken en om ons bij te leren over de oorsprong en gevolgen van onderdrukking overal in de wereld, zowel in het verleden als vandaag. Nu geef ik graag het woord door aan mevrouw Womans, de voorzitter van het Vlaams Parlement. Hallo iedereen, ik ben Lisbeth Womans, voorzitter van dit Vlaams parlement. We bevinden ons momenteel in de Schelp. Dat is eigenlijk onder de koepelzaal waar de plenaire vergaderingen van dit parlement altijd plaatsvinden. En ik sta hier eigenlijk in de Schelp waar er een tentoonstelling loopt rond onderdrukking. U ziet hier een aantal paspoorten van mensen die het slachtoffer zijn geworden van onderdrukking. Bijvoorbeeld onderdrukking op basis van religie, bijvoorbeeld op basis van politieke overtuiging. Bijvoorbeeld op basis van afkomst en dergelijke meer. En ik denk dat het een heel grote symbolische waarde heeft dat dit in dit Vlaams parlement kan plaatsvinden. Het is eigenlijk een project dat tot stand is gekomen in eigenlijk een samenwerking tussen het Minieme College in Leuven en een school in Potsdam. En mijn voorganger Jan Peumans heeft daar nog een kleine begeleidende rol in gespeeld, als ik het goed begrepen heb. Nu, we zijn hier eigenlijk in het hart van de democratie, namelijk het Vlaams parlement. En ik zal in ieder geval zoveel mogelijk mensen uitnodigen, ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers, om jullie tentoonstelling met een zeer goede boodschappen te komen bekijken. En als afsluitend woordje kan ik u nog meegeven dat ik zelf als historica het heel belangrijk vind dat jongeren kunnen leren uit het verleden. En daar draagt jullie tentoonstelling absoluut in een positieve manier tot bij. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, dat u tijd voor ons heeft vrijgemaakt en voor deze inspirerende woorden. Zeer graag gedaan en absoluut heel veel succes toegewenst en heel veel bezoekers. Voor veel jongeren is politiek maar saai en eentonig. Maar wij bewijzen met ons project dat dit voor ons niet van toepassing is.